President Chandrika Prasad Santokhi is gisteren gearriveerd in Havana, Cuba, om deel te nemen aan de G77 plus China top. Deze multilaterale bijeenkomst richt zich op de huidige uitdagingen van duurzame ontwikkeling voor ontwikkelingslanden. Tijdens de top zal specifiek gesproken worden over de rol van wetenschap, technologie en innovatie in de context van duurzame ontwikkeling. Bij aankomst in Havana haalde president Santokhi aan dat de aanwezigheid van Suriname op deze top de betrokkenheid van Suriname bewees bij het werk van G77 en China. G77 en China zijn bij uitstek het forum om de economische belangen van de ontwikkelingslanden te verdedigen. Als gevolg van de vele crisis hebben deze landen te maken met grote uitdagingen op het gebied van financiën, voedsel, biodiversiteit en klimaat. De top biedt volgens het staatshoofd belangrijke mogelijkheden om deze uitdagingen aan te gaan. Vandaag en morgen zullen 134 ontwikkelingslanden en China bijeenkomen om de collectieve economische belangen duidelijk kenbaar te maken aan de Verenigde Naties.